niet zelf knoeien. Maar kom voor uw brood en banket naar Bakkerij Boeien. Zaterdag 22 februari om klokslag 11 uur tot 6 over 11 zal Pole Passion als een van de 24 scholen in Nederland meedoen met het wereldrecord paaldansen. Diane Kempen, 6 minuten. Lijkt niet zo lang. Is toch behoorlijk lang. Het is echt heel vermoeiend. Want wat komt er bij kijken bij paaldansen? Gaat het voornamelijk om de kracht, om de conditie? Beide. Kracht, conditie, lenigheid. Alles komt aan bod. Zo'n wereldrecord, hoe wordt dit georganiseerd? Zit jij hierachter of zit daar een complete vereniging achter? Nee, daar zit Katie Kiodes achter. Zij komt uit Engeland. Zij is ook de vertegenwoordiger van de IPSF, International Pole Sports Federation. Zij organiseert ook wereldrecord. En daar is dit eigenlijk een aanloop. Want dit is niet het eerste jaar dat dit georganiseerd wordt? Nee, in 2006 is het ook al georganiseerd. Kun je daar iets over vertellen? Wat toen het record was? Hoeveel deelnemers mee hebben gedaan? Toen hebben er 300 mensen gedanst. En toen hebben ze ook meteen 50.000 pond opgehaald voor de KWF. Zit er dit jaar ook een goed doel achter? Ja, weer de KWF. Het doel is dus uiteindelijk het wereldrecord verbeteren en zoveel mogelijk geld ophalen. Maar wat komt er dan inderdaad bij kijken bij die 6 minuten? Is dat we allemaal op dezelfde manier in die paal hangen? Ja, we hebben een routine aangeboden gekregen. De bazen van de scholen die leren dus dan de routine aan voor de meiden die meedoen. En dan moeten we allemaal op dezelfde tijd, hetzelfde nummer, dezelfde routine. Alles moet hetzelfde zijn. Wordt het gecontroleerd? Ja, het moet gefilmd worden. En we hebben toezichthouders, de wethouder van sport. Je moet een hoge ambtenaar in functie hebben. Een dansjuf en een onafhankelijke toezichthouder. Hoeveel leden doen er hiermee aanstaande zaterdag? 7. En hoeveel leden telt de vereniging? 30 ongeveer. Wanneer ben jij hier begonnen met deze dansschool? Vorig jaar ben ik echt onder mijn eigen naam begonnen. Is paaldansen populair? Redelijk. Het begint steeds meer te komen. Het zit toch nog een beetje in negatieve sferen. Dat is ook de reden dat ik hier aan meedoe. Om ook de sport natuurlijk goed te promoten. Waar komt het negatieve imago vandaan? Ja, het is natuurlijk ook in stripclubs begonnen. En als mensen paaldansen horen, dan denken ze toch meteen aan dat soort clubs. En niet aan sport. Hoe gaat het er hier aan toe dan? Hoe ziet een les eruit? We beginnen hier altijd met een warming-up. Je hebt ook gewoon sportkleding aan. Dan gaan we langzaam beginnen met lenigheidstechnieken. Spins om de paal. Hoe beter je wordt, ga je ook inverts. Dat is op z'n kop. En aan het einde van de les komt er een cooling down. En dat is het eigenlijk. Vanaf welke leeftijd kan iemand paaldansen? Ja, we hebben ook kidslessen. Dus vanaf 7 mogen de kids ook inlopen. En ja, voor de rest is het bij de volwassenen 14, 15 jaar. Hoe ziet het programma er aanstaande zaterdag uit? De zaal is om 9:15 open. Dus dan mag het publiek ook gewoon komen kijken. De kinderen doen eerst een openingsdans om 10:30. Stipt om 11 uur is dus het record. En de rest van de dag zullen er nog demo's zijn, workshops. Dan kun je ook meteen kijken of paaldans iets voor jou is. Kijkers die meer informatie willen, kunnen die op mijn website terecht? Ja, www.polepassion.nl. Waar is het aanstaande zaterdag te doen? In Sporthal de Stappert, Beersenweg 2 in Haps.